Goedemorgen jongens en meisjes, we gaan beginnen met het tweede deel examen van het jaar 2018-2019. Als je kijkt naar opgave 1, daar hebben ze dan een limiet gegeven voor x gaat naar 0 van tangens kwadraat x gedeeld door sinus maal x of x maal sinus x. Ja? Oké. Wanneer we zo'n limiet zien, limiet voor x gaat naar 0, dan wil ik eigenlijk een standaard limiet gaan creëren. Nou, als ik dit hier zo schrijf, dan krijg ik hier limiet voor x gaat naar 0. En dan ga ik ze allemaal even splitsen. Tangens kwadraat x, eende, maal 1 gedeeld door x, maal sinus, ik jok, maal 1 gedeeld door sinus x. Toch? Ik heb die eerste regel gesplitst in 3 stukken. Nou, als ik goed kijk, dan zie ik dat ik deze tangens kwadraat x tot een standaard limiet kan maken als mijn noemer een x kwadraat is. En ik zie dat ik hier bij die 1 gedeeld door x al een x heb. En hoe ga ik deze x hier tot een kwadraat maken? Door het met nog een x te vermenigvuldigen. Dus wat doe ik dan? Ik schrijf hier de limiet voor x gaat naar 0. En deze tangens kwadraat x, die neem ik over. Die 1 hier neem ik over. Die 1 gedeeld door x neem ik over. En ik wil deze x tot een kwadraat maken. Dus ik ga met 1 vermenigvuldigen. Alleen als ik een getal met 1 vermenigvuldig, dan verandert er niets aan die waarde. Maar die 1 ga ik schrijven als x gedeeld door x. Want x gedeeld door x is hetzelfde als 1. Nou, als ik deze twee x'en met elkaar vermenigvuldig, dan krijg ik daar x kwadraat. En die x kwadraat komt dan naar hier. Ja? Verder zie ik dat ik heb 1 gedeeld door sinus x. En die 1 gedeeld door sinus x wil ik tot een standaard limiet maken. En dat kan ik maken wanneer ik in mijn teller een x heb. Maar als ik kijk naar deze x die ik hier heb in die teller, dan kan ik deze x naar daar brengen. Waardoor ik dan geen extra ding nodig heb om meer te gaan vermenigvuldigen. Dus wat ga ik doen? Ik ga deze x gedeeld door x nu gaan splitsen. En dan kan ik hem schrijven. Limiet voor x gaat naar 0. Deze x maal x, dat geeft me die x kwadraat. En die x kwadraat, die breng ik hier onder mijn tangens kwadraat x. Ja? Maal. Dus hier is deze x maal x naar hier gekomen. Dus de noemers van deze x, van deze breuken, is nu gelijk aan 1. En dan heb ik hier 1 maal x, dat is x. En deze x die ik hier heb, mag ik dan naar daar brengen bij die sinus x. Dus ik krijg dan daar x maal sinus x. Nou, als ik kijk naar deze limiet, dan is de uitkomst ervan gelijk aan 1. Want dit ding geeft me 1 en dit ding geeft me 1 als antwoord. En 1 maal 1, dat is 1.